Dit hier is niet de Kawasaki Z1 uit 1972, maar hij is er wel op gebaseerd. Ja, naast mij staat de Kawasaki Z900 RS Café. En om te zien, ja, het is in mijn optiek echt een plaatje. Lekker retro ook. Echt zo'n typische café racer uitstraling. Hou je daar overigens niet van? De Z900 RS is ook zonder café variant te bestellen. Die kost €12.999. En zoals die hier staat, kost die €13.499. Maar weet je wat nou zo leuk is aan deze Z900 RS Café? Hij ziet er echt uit als zo'n typische café racer. Maar hij heeft niet die zit van een café racer. Want normaliter zit je met een café racer heel ver naar voren. En met deze café variant is het totaal niet het geval. Je hebt de zithouding van een naked. En dat betekent dat je gewoon lekker comfortabel kan genieten van deze motorfiets. Rijden op deze Z900 RS Café is echt een feestje. En dat komt niet alleen door zijn handling, want hij ligt als een blok op de weg. En je gooit een bocht in, bocht uit. Super simpel om te rijden. Ook heel erg vermakelijk. Maar de hoofdattractie is toch wel deze. Een viercilinder. Ja, en we hebben hier te maken met een 948cc viercilinder met 111 pk bij 8500 toeren per minuut. En 98,5 Nm bij 6500 toeren per minuut. Ja, en rij klaar weegt deze Z900 RS Café 216 kg. En kijk eens even, super mooie tank. Ook forse inhoud, namelijk 17 liter. En dat betekent, als je wat rustig aan doet, dat je met gemak dik 350 km kunt afleggen op één tank. Maar ja, rustig aan doen, dat is op deze Kawasaki best een uitdaging. Want ja, deze fiets leent zich echt om lekker tempo te maken. Lekkere dijkwegen aanvallen. Op de snelweg is het ook prima uit te houden op deze fiets, omdat je toch wel goed uit de wind zit. Relatief gezien uiteraard. Maar waar deze fiets echt in zijn element is, zijn op de B-wegen, op de N-wegen, op lekker van die dijkwegen. Oftewel, rijd ermee lekker naar Oostenrijk en ga daar lekker die bochten aanvallen. Ga daar die Alpenwegen aanvallen met deze Kawasaki. Want dan, ja, dan is het gewoon echt één groot feest. Ja, en om te zien is deze Kawasaki Z900 RS ook echt zo'n typische café racer. Hij heeft een afwijkend kontje. Een heerlijk comfortabel zacht café zadel met ook van die leuke ribbels. Zit lekker zacht en ook de passagier achterop kan prima en met veel comfort achterop zitten. Hier heb je Z900 RS logo. Dit is overigens een grijs-groene kleurstelling. Er is keuze uit vintage lime green of metallic graphic grey. Ja, en dat metallic graphic grey, zoals deze, ja, geeft hem toch wel een soort van klassieke uitstraling, maar wel met een moderne twist. En dat komt onder meer vanwege die felgroene strijping die ook hier op dit caféneusje eigenlijk doorloopt. Verder heeft deze Kawasaki een LCD-display met lekker klassieke klokken die heel goed afleesbaar zijn, ABS en tractiecontrole. Ja, en kijk ook vooral even naar deze schokdemper die als het ware al bijna horizontaal ligt. Loopt mooi in lijn met de fiets. Ja, en dat kenmerkt die Z900 RS Café echt nog veel meer. En ook om te zien is het gewoon heel goed afgewerkt. Daar heeft Kawasaki echt goed voor elkaar. Sowieso ook van die mooie klassieke koelribben. Mooi trellisframe. En die uitlaat met vier mooie spaghettibochten, die is helemaal standaard op deze fiets. Maar er komt wel een heel erg lekker geluid uit. En qua sound heeft Kawasaki het geluid van die Z1 willen nabootsen. Ja, en wil je nou meer weten over deze nieuwe Kawasaki Z900 RS Café?
Lees gewoon een complete test op motorrij.nl. En druk natuurlijk ook even op de abonneerknop van ons YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en tot een volgende motortest.